Zo jongens, naar gedaan werk, gaan we eventjes een stukje fietsen. En wat gaan we doen? We gaan walnoten zoeken. Ja, echt wel. Ja. Even kijken of er ook wandelt op de grond liggen. Ah, oh, ze zitten er wel in. Hier, dat is één. Ja, een mooie wandel. Maar... pluk hem even uit de boom. Zo ziet hij eruit. En als ik hem open maak, dan komt daar de walnoot uit. Dat is mooi. Dan zit nog wel eentje waar ik kan zo plukken. Dan hier op de grond. Je ziet, ja, mooi. Dan gaan we even naar een andere stek. Nou, bij deze fietspad staan er een stuk of 5-6 walnotenbomen. En dan gaan we even zoeken. Kijk, daar ligt er al eentje. Twee. En daar ligt er eentje. Hoppa. Oh, en daar ligt er nog één. Hoppatee. Oh, en daar liggen nog twee. En die pakt er nog drie op. Oh, man, oh, man, oh, man. Die zijn lekker. Gewoon lekker bewaren. Hup, in de tas. Nou, daar. Nou, zo. Goeie oost. Zo.
Försöka vermoed, ja, hier ligt er weer eentje. Hoppa. En hier ligt er eentje. Hoppatee. Ja, daar zie ik hem weer. Nou, ik zie er sowieso al 10 aan deze kant. En hier moet ik kijken hoeveel erin zit. Ja, die hè. Zie. Ja, hier zitten nog wel een paar in. Nou, geeft niet. We hebben er nou ook al een stuk of 30. Oh ja. Hé, hey, hoi. Zoals je gezien hebt, hebben wij de woonauto opgehaald. En wat ik ermee ga doen is, ik maak ze open. En dan ga ik het binnenste eruit halen. In zijn geheel. Zoals dit. Lijken net kleine hersencelletjes. En de bedoeling hiervan is dat ik deze in een vochtig doekje doe op de kachel. Zodat daar een worteltje aankomt. En dat we dan een boom kunnen planten. Dus bewust of onbewust doe ik ook mee aan milieu. Maar goed, ik heb nu een stuk of 4 of 5 open. Dan pak ik een stukje keukenpapier. 3 stukjes. Een beetje vochtig maken. En daar rollen dan 1 of 2 stukjes. Walnoot in. Kijk op deze manier. Walnoot stoppen in een plastic zakje. Dan kan ik het mooi op de verwarming leggen of in de zon. Waardoor die eigenlijk als zichzelf de wortel gaat ontspringen. Vorig jaar heb ik dat ook gedaan. En daar hebben we dan 1 boompje. Staat in de achtertuin. Of in de voortuin. En die
Is het goed?